Goedemorgen iedereen. Vandaag is het 30 april. En ik ga vandaag naar Liel. Super veel zin in. Super leuk. Super onverwachts, zeg maar. Gisteravond had ik met... Want ik ga dan met Isolde. En zo was in mijn vorige video ook. En gisteravond we waren zo aan het appen. En appen zei, heb je wat te doen morgen? En ik zei, ja, jaar, ik ben vrij. En ik ga eigenlijk... Ik heb eigenlijk geen plannen. Toen zei ze... Zullen we ergens naartoe gaan, naar de stad of zo? En ik, ja, is goed. Toen dacht ik, misschien kunnen we wel naar Liel gaan. Maar ik dacht, ik zeg het maar een keer als grapje. Kijk wat ze ervan vindt, weet je. Toen zei ze, ja, is goed. Why not? Dus superleuk. Heel veel zin in. We gaan naar zo'n supergroot winkelcentrum, Eura Liel. En ik weet, ze hebben daar dus Sephora, Primark, allemaal winkels. Ik ben al één keer eerder geweest. En ja. Ja, ik had er weer eens één gezet. Ja, stuk. Dus, maar kijk, ik rijd te langzaam voor in z'n twee. Maar je rijdt te snel voor in z'n één. Dat is zo fucking kut. Ja, we gaan er anders nog even allemaal tussen op het laatste moment. Ja, je komt er lekker niet meer tussen. Dag. Ik heb nu een gat laten vallen en dan moeten ze tussen komen en nu komen ze niet meer tussen. Maar dus... Nou, we zitten dus nu in de auto en we zitten echt al een, ja, wat, nog geen drie kwartier, denk ik. Ja, net wel, denk ik. Ja, nou, ongeveer drie kwartier in de auto en we moeten nog 22 minuutjes, zegt de TomTom. We staan dan nu in een kleine file, maar het gaat waarschijnlijk zo. Ah ja, en dan zijn we in Liel en ik heb er super veel zin in. Het gaat super leuk worden. Het is ook echt perfect shopper, zeg maar. Ik weet niet of je het gaat kunnen zien. Dat is een vrachtauto, maar het is echt bewolkt en waarschijnlijk gaat het regenen straks aan de lucht te zien. Maar dat is perfect voor... Sorry. Nee, zeg maar. Ik hier echt... Oh, ik moet er nu weer terug tussen. Wat is dit allemaal? Het is zo confusing. Oh. Ja, dit is echt perfect shop weer, want het is natuurlijk een overdekt winkelcentrum. Oh my god. We hadden net het engste moment van mijn leven. Ik zit helemaal te trillen. Oh. Dus we waren verkeerd gereden, dus we stonden voor zo'n stoplicht zodat we weer verder uiteindelijk goed konden rijden. En we stonden zo stil en opeens, Isolde schrik vet hard, want er stond gewoon iemand naast haar. Opeens, gewoon voor een stoplicht, op dus best wel snelweg. En die stond voor de deur met zo'n bordje en ze keek echt zo naar binnen en Isolde helemaal schrikken. En ik schrok van Isolde en ik, oh. En Isolde, doe je deur dicht. Toen doet ze de deur open en dan zit ze opeens binnen. Ja toch. Oh my god, ik schrok zo erg. Ik zit nog helemaal te trillen ervan. Echt, hebben wij weer, hè? Komen een keer in Frankrijk. Hebben wij altijd. Oh. Dus ze staan nu in de Sephora. En ik weet niet of je hier mag filmen, maar ik ben gewoon heel voorzichtig. En ik word gek. God. Ik word gek. Kijk, hier is wat is hand. Kan je het zien? Wacht. Even iets. Ja, zie je die glitters? Ja, je ziet ze. Je ziet ze met jullie. Oh my god. We staan nu voor Kat van die, maar we worden echt helemaal gek. Het is zo nice. Ik hou ook van de Sephora, maar echt, ik wil alles hebben. Echt gewoon alles. We zijn dus nu in de Cool Cat. En ik heb twee items. Dat is mijn jasje. Ik heb deze, zo'n zware jurkje en zo'n t-shirt jurkje. En die ga ik zo aan jullie laten zien. Ik krijg hem ook bijna niet over mijn schouders heen. Dus ik heb het eerste jurkje aan. Ik heb mijn broek gewoon op mijn kuiten, maar ik vind hem al nice of zo. Ik weet alleen nog niet met de kleur, dus ik ga hem zo even in een donkergroen passen. En gaan we even kijken. We hebben al een paar aankoopjes gedaan. Bij de Sephora, ja, ja. Bij de NYX en bij de Cool Cat. En echt super lief. Ik had zo een jurkje aan, dat kan je zien in de vorige clip. Dat roze jurkje is super mooi en ik had hem ook in het groen gepast en die vond ik dus ook zo mooi. Alleen was 25 euro en zoveel geld heb ik niet meer, want ja, we kwamen hier nogal hals over kop. Dus ja, we hadden niet echt kunnen sparen. Gaan we naar boven of? Kunnen we naar boven? Ja, kennelijk nog. Oké, we gaan naar boven. Nou, we gaan naar boven. En dus nogal hals over kop, dus ik had niet meer zoveel geld. En ik stuurde zo naar mijn moeder van kijk, welke kleur vind jij mooi, welke denk je dat ik moet doen? Toen zei mijn moeder, nou... Ik vind ze beide mooi, dus ik krijg er één van mij. Oh, super lief en ik ben zo blij. En ik vond ze zo mooi. Ik heb me denk ik nog nooit zo comfortabel gevoeld in zeg maar een strak jurkje. Want normaal vind ik dat mijn figuur daar gewoon niet mooi genoeg is voor is. Dus ja, ik ben heel blij. En dankjewel mama als je er kijkt. Ik hou van je. Het is dus nu heel wat uurtjes later. Het is nu 5 uur geweest.
Jongens, ik ben kapot. Het was zo druk en zo hectisch. Zeg maar, deze vlog was anders een beetje chaos geworden. En dat was gewoon niet leuk geworden voor jullie. Maar we zijn nu in de Pullenberg. Ik heb twee best wel leuke dingetjes. Dit jurkje. En dit. Een soort van overal rokje. Ga ik passen, ga ik aan jullie laten zien. En dan, ja, ik laat in de auto of thuis wel zien wat ik allemaal heb gepast. Maar dit ligt echt. Kijk in de ogen. Ik weet niet of je het kan zien. Het is een vet blauw. Dat ga ik even voor mijn cam doen. Niet letten op mijn brakken, zeg maar. Kijk. Oh, ik ben wel moe. Dus ik ga het nu passen en dan ga ik het aan jullie laten zien. Oké, laat niet op discriminatie, maar ik heb dus... Ik heb mijn broek aan zo en ik heb geen zin om hem weer uit te doen. Maar ik heb dit dus aan en ik weet het niet, want ik vind het maakt me zo vormloos. Maar ik vind de zijkant heel dit, zeg maar als zo zo. En het maakt me pink plat. Je zit ze neven mij. Jongen, ik vind wel zoiets. Sommige mensen die kunnen dat echt gaan. Dat geeft mij een beetje weinig vorm. Dus ik heb nu het jurkje aan. En ik vind het best wel leuk. Hij is wel echt booby. Dus ik, wel echt, ik denk dat ik hem wel maar met zo'n speldje iets vast kan. Dus op mijn show. Iets meer leukere thema. Jongens, wij zijn echt erg. Oh. Zeg maar, wij waren vanmiddag naar de wc geweest en toen moesten we 50 cent betalen, maar we hadden die bonnetjes weer waard. En we dachten, nou, laten we vanmiddag nog een keer gaan proberen, kijken of we zeg maar gewoon erdoor kunnen zonder te betalen. Want ja, het was toch wel weer 50 cent. En die vrouw die dacht dat we gewoon hadden betaald en dus die verkreukelde onze bonnetjes en zei, gaan jullie maar door hoor. En dan in het Frans en zei, oh ja, dankjewel. Oh, ik voel me echt een crimineel. En we hebben niet eens echt, of ja, zo erg is het niet, maar... Dan voel je je toch vet schuldig en ja. Maar nu hebben we wel glad geplast. Het is tijd voor Starbucks. Ja, yes! En daarna gaan we naar huis en ik ben moe. Ik ben blij als we thuis zijn. Ik heb het nu ook wel gehad. Ja, ik ook. Ik zit er doorheen. Ja, ik kan wel slapen joh. Ja, en nog één naar beneden. Ja, en dan gaan we Starbucks en daar heb ik zoveel zin in. En nu maar hopen dat we niet vergeten zijn waar de auto geparkeerd staat. Oh, sowieso. Ik ga filmen. Kijk hoe wij zitten sukkelen. Sowieso dat we het vergeten. Of ja, we hebben een foto gemaakt. Dus dat, want ik zei tegen Isolde, je moet een foto maken, want dan vergeten we het minder snel. Maar ja, ik ken ons, dan verdwalen we. Ja, sowieso. Great. Maar ik ga mijn Starbucks halen. We got our Starbucks. Yes. Ik voel me echt zo'n basic white. Ja, ik ook. Maar dus we zijn nu op zoek naar de parkeergarage. Volgens mij moeten we er nog naar beneden. Nog een keer? Ja, toch? Dat zou best kunnen. Ja, ja, ja. Kijk, daar is een parkeergarage. P3, nog een keer naar beneden. Oh, ja. Of niet, parking, nee, hier. Oh, haha. Oh, nou. Kut, dan moet het altijd halen. Ja. Ja. Uh-oh. Ik heb een cool lime refresher. Dat vind ik zo lekker. Zelfs overal staat er rij. Oh. Zelfs op betalen. Volgens mij hadden we roze. Oh ja. Roze! Fucking told you, bitch. Moeten we even kijken waar roze is. Ja. Oh. Wij hadden J. Min niveau 1, maar wij hadden min 3. Min 2. Min 2. Zie je, dan moeten we wel nog één naar beneden. Oh. Nee hoor, luister maar niet naar mij. Dat doe ik ook niet. Nee, dat weet ik. Waarom zou ik? We hebben nu wel al betaald. Ja. Ja, oh my god, oh my god. Sorry, can I go fast? No. Alright. Ja, yeah. De weg naar de auto. Daar. Daar, ik zie hem. Oh, oh my god, oh my god. Oh. Waar ga je nou weer toe? Het is daar. Oh ja, ik zie hem. Oh my god, ik ben bijna overreden, jongens. Hier. Dus we zitten nu in de auto. We moeten nog maar een half uurtje. En dan ben ik lekker thuis. Ga ik lekker pasta eten. Heb ik super veel zin in. Nu heb ik eigenlijk ook wel zin in pasta. Maar
Maar dus, wij hebben een superleuke dag gehad. En ik ga deze vlog nog niet afsluiten, want ik ga jullie nog laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Dat ga ik thuis doen, even op mijn gemakje. En, ja, ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. Jij ook? Ja, ja. Vind je dat zeker. We dit vaker moeten doen, zoiets? Ja, sowieso. Ik vind sowieso dat we een keer vaker, want dat was echt heel spontaan. Ja, dat is echt leuk. Ik vind dat we vaker zoiets moeten doen. Gewoon uit het niet zeggen van, nou, laten we een keer daar naartoe gaan of zo. En dan, we moeten gewoon een keer nog een paar andere dingen vinden waar we naartoe kunnen. Dan kunnen we zo een keer een beetje afwisselen, want als we hier te vaak naartoe gaan zijn... Ja, dan is het na een tijdje ook niet meer leuk. Maar ik wil sowieso nog een keer naar Antwerpen eigenlijk, maar ik ben er nog nooit geweest. Mijn moeder wil een keer naar Gent. Mijn moeder dus ook. Nice, kunnen we de moeders meenemen? Ja, en dan gaan we met z'n vier. Maar jullie kunnen vaker vlogs van ons verwachten. Zeker. Dat was very gezellig. Ja, ja. Dat was echt druk. In die zin, het begon niet zo heel druk, maar na een tijdje dan ben je al zo moe. En ik ben al vanaf 5 uur wakker. En dat kan je wel zien aan deze wallen. Ja. Oh, mijn vinger die doet pijn. Echt. Oh, die auto komt dichtbij. Hola. Hola, senor. Señorita. Hola, señorita. Wat een klein knipperlicht heeft hij voor een auto. Oh ja. Zag je net? Nee. Zo'n mini mini knipperlichtje. Zo'n mini mini. Dat soort cheese. Ik weet eigenlijk niet eens. Nou. Dat kan echt niet. Oh, ik vond hem wel mooi. Maar moet je nagaan. In die zin... Zo, in een stad wonen is leuk en je bent ook vaak dichtbij dingen. Maar wij wonen dan in best wel een klein dorpje. En wij zijn nu... We moesten 1 uur en 5 minuten rijden. En dan staan... Of ja, iets meer dan 1 uur, zeg maar. 1 uur en 1 kwartier. En dan staan we in Lille, in Frankrijk. Ja, dat is echt... Dat is gewoon insane, gewoon, ja. Ook naar Parijs. Hoe lang rij je daarover? Ja, 2,5 uur? Ja, bijna 3 uur. Net geen 3 uur. Dat is gewoon... Dat is... Ja. En moet je nagaan. En dan staan wij in Parijs. Maar als wij dan bijvoorbeeld naar de andere kant van Nederland willen, rijden we er ook 3 uur over. Ja, naar Amsterdam rijden we ook makkelijk 3 uur. Als we naar Walibi gaan, rijden we er 3 uur over. Dat bedoel ik. Oh. Eigenlijk is het toch wel leuk om in Zeeland te wonen. Soms. Ja, soms wel. Zo, het heeft sowieso voordelen. Ook zijn nadelen. Veel nadelen. Maar ja, ik... Ik zie jullie als ik thuis ben, want mijn arm is echt ontiegelijk lam. Ja, echt mijn vinger die doet, ik hou mijn telefoon dan zo en dan leunt hij op mijn pink. En mijn vinger die is echt helemaal, ik moet hem eigenlijk knakken. Maar ik zie jullie thuis. Dus Isolde, neem alvast afscheid. Doei doei, tot de volgende keer. En dan zie ik jullie thuis en dan laat ik mijn leuke spelletjes zien. Hi, ik zie er heel anders uit dan gisteren. Ja, yeah, I know. Maar gisteravond, ik was zo moe. Ik was natuurlijk al vanaf 5 uur wakker. Dus ik besloot dat ik vandaag de vlog ging afsluiten. En vandaag ging laten zien wat ik allemaal had gekocht. Dus, ik heb dit jurkje gekocht. Die had ik volgens mij laten zien ook in een clip. Ik heb hem gekocht bij de Coolcat. Maar ik heb hem dus nu aan, want hij past echt perfect bij mijn make-up look. Dus, deze... En loving it. Ik draag hem echt al hele tijd. Als je vraagt wat dit is, dat is, ik had make-up op mijn nieuw jurkje geknoeid. Dus balen. Dus als eerste ben ik naar de NYX geweest. Oké. Okay. Als eerste heb ik dit. Nee, als eerste heb ik dit wenkbrauwpotlood gehaald. In de kleur taupe, die, zeg maar, ik gebruik nu de pomade van Anastasia Beverly Hills. En niks hoef te zeggen, echt gewoon, hij is perfect. Ik bedoel, kijk mijn wenkbrauwen nu. Oh, ik krijg het niet open. Maar dit scheen dus kennelijk een dupe te zijn voor dat potlood. En op de dagen dat ik echt gewoon zo goed als geen make-up draag, wil ik wel een beetje mijn wenkbrauwen doen. Want dat vind ik gewoon mooi. Kijk, dus daarom heb ik dit potlood. En dan heb je hier een klein potloodje. En dan heb je hier een spoolie. Een wenkbrauwborsteltje. Dus die vond ik handig. En die was echt... In Nederland is die €10,50 bij de Douglas. En hier was die €9,50. Dus dan dacht ik, die neem ik even mee. Ik heb ook de NYX Intense Butter Gloss. En dan heb ik ook de Soft Matte Lip Cream. Dit is in kan. Die heb ik geswatcht in de winkel. En ik dacht echt, wauw, dat is... Echt een kleurtje voor me. Oh my gosh. Kijk. Dan heb ik
Deze heb ik ook al gebruikt voor onder mijn lipstift. En dat is de lip liner in Peekaboo Neutral. Ik heb deze lip liner in Ever. Dit is die eerste en dit is dan Ever. Super pretty. Ik laat ook echt alles volgen, hè. Primark. Dus ik heb deze eye patches gehaald. De vitamine E. Ik heb ze gisteravond al gebruikt. Ze waren maar 1,50 en 15 treatments. Dus die wou ik graag proberen. Want ik wil ook meer maskers op doen. Ik heb zoveel dingen die ik wil doen, hè. Wat heb ik nog gehaald? Oh. En deze. Deze hebben Isolde en ik gehaald voor volgend jaar carnaval alvast. Want dit jaar zaten we heel lang te denken, wat gaan we nou aandoen, wat gaan we nou aandoen. En uiteindelijk hadden we zulke kattenoren en zo'n kattenstaartje. En we vonden dat zo'n leuk outfit. En we zagen deze en dat was echt, het was 3 euro. En we dachten, oh my god, dit is toch te cute voor volgend jaar carnaval. Dus dat hebben we ook gehaald. En normaal ben ik niet zo'n carnavalsgek, maar zo 1 keer in het jaar gaan is wel leuk. Bij Le Sephora. Ik heb dit keer niet zo heel veel make-up gehaald, omdat, ja, ik wil een keer gewoon op mijn gemakje bestellen. Ik bestel altijd liever en dan swatch ik het in de winkel en dan bestel ik het gewoon liever, omdat, ja, bestel ik in 1 keer wat meer of dan ben ik gewoon even op mijn gemakje. Ja, nu, ik was zo gestrest, ik weet niet waarom, maar het was gewoon, mijn hoofd was gewoon zo vol. Dus ja, ik heb alleen wat maskers gehaald en ik heb deze, dit masker gehaald. Dat is het Lichy masker. Dit is trouwens het Aloe Vera masker. Die groene, blauwe. En dan heb ik ook nog het oogmasker gehaald. Ultra Moisturizing and Brightening. Mijn volgende aankoop. Dat is eigenlijk precies wat ik nu aan heb. Dat is dit jurkje. Ook zie je met zijn ronde onderkant. En V-hals. Eigenlijk precies hetzelfde als wat ik nu aan heb. Alleen dan in het groen. En normaal ben ik niet van de groen, maar deze stond zo mooi. Net zoals die deel zei, ja, ik ben zo verliefd op erop. Als je daar hebt, heb je dan niet dat je een kledingstuk hebt en dat je er zo, zo confident in voelt. Dat je echt denkt zo van, oh my god, I look freaking amazing. En dan het enige wat je wil doen is dat jurkje aanhouden. Of ja, dat heb ik dan. Als ik het dan aan heb, dan wil ik het aan iedereen laten zien van, oh my god, zie je hoe ik eruit zie? Ik zie er goed uit. Dus ja, ik ben blij met mijn aankoopjes. Dus dat is wat ik allemaal heb gekocht. Dit was het einde van mijn vlog. Sorry dat de volgende dag was afgesloten, maar ik had geen puff meer gisteravond. Ik was zo moe. Dus ja, ik hoop dat jullie dit alsnog een leuke video vonden. Geef een duimpje omhoog als je dat vond. Abonneer als je mijn gezicht vaker wil zien. En dan zie ik jou in mijn volgende video. Doei doei!